Zodra is de laatste bocht in. Daar heeft Bandito de leiding overgenomen. Ligt Beautiful World tweede. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Bandito. Daarachter Beautiful World, die een geweldige koers loopt. Derde plaats daarachter is voor Albert. En de vierde plaats voor Carnaval. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Voorlopig zijn de onderlinge verschillen. De voorsprong wordt zelfs iets groter voor Bandito. Bandito begint wat weg te lopen. Die is als eerste in de laatste rechte lijn. Bandito aan de buitenzijde komt Albert naar voren. Aan de relingzijde is het Beautiful World. Gaat om plaats 2 en 3. Want de winnaar staat vast. Dat is helemaal alleen Bandito. Weer Bandito. Albert wordt tweede. Beautiful World derde. En de vierde plaats is voor Carnaval. En vijfde is Bunker Duhamel. We hebben een mooi schouwspel, dames en heren. De winnende draver, Bandito, is in het bezit van stal PD. En die hebben een hele hoop eigenaren. Die zijn nu allemaal op weg naar de winnaarsring. Zo druk hebben we het in tijden niet gehad in de winnaarsring. En dat is ook het mooie. Dravers hebben we met z'n allen en maken er samen een feestje van. Ja, ga je gang. Dankjewel Hans. Ja, wat een mooie winnaar deze Bandito. Er staat geen maat op momenteel. Wint het ogenschijnlijk John met speelsgemak. Ja, dat ging heel makkelijk, ja. Als je hem zo weg ziet vliegen uit de laatste bocht, ik vind ook helemaal geen Frans type. Nee, het lijkt meer op een Amerikaantje. Zo'n, ja, hij accelereert heel goed. Ja, prima. Hij moet alleen wel binnenkort waarschijnlijk de overstap gaan maken van brons naar zilver. Goed genoeg? Dat denk ik wel, zoals hij vandaag gaat, zeer zeker. Zoals hij vandaag gaat, zeer zeker? Ja, dan worden de tegenstanders wat groter en sterker natuurlijk. Maar goed, het paard is goed in orde, dus waarom zou dat niet kunnen? Neem hem mee, John. Want Greta heeft de handen vol aan hem. Onze winnaar van vandaag, Bandito. Jongens, ik zie de kapitein niet. Hij is er niet van het schip af. Nee, ik weet niet waar die is. Nee. Peter zit in het buitenland. Nou ja, hij heeft ongetwijfeld meegekeken. Want, een foto dan maar zonder Peter Delis vandaag. Groot initiator achter deze vriendenclub. Bandito, deze giant cat uit Kalinka de Doue, is pas 5 jaar ruim Frans gefokt in bezit van stal PD. Trainer Bas Krebas en voortreffelijk gereden door John de Leeuw. Belgische tafereel hier op Victoria Park in de prixlutro.com in het kader van de Trotteur Français Bronze Challenge. En volgens John is hij goed genoeg voor het zilver. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Geef ze een applaus, dames en heren, de winnaars van koers 3. John de Leeuw, alweer hij met Bandito. En de start is gevallen. De starter zegt zelf start, dan zal het ook zo zijn. En we gaan de eerste beelden ook krijgen. En zien dat Dion Tesselaar in ieder geval heel goed begonnen is met Canon de la Douce. Canon de la Douce, die heeft de leiding gepakt. Daarachter op plaats 2 ligt denk ik Albert. Gaan we zo meteen zien als de beelden ietsje beter uitgeschakeld worden. Uitgeschakeld nummer 6 galop. 6 is er al uit. Die heeft de startfase niet overleefd. En de deelnemers gaan de eerste bocht door. Leiding daar in handen van Canon de la Douce. Op de tweede plaats ligt Carnaval. Derde plaats daarachter voor de kleuren van Thibault Lonker. Dat is Kronos Rijnja. En zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Gaan ze meteen de finish passeren. Nog 2 volledige ronden te gaan. En de leiding is daar in handen van Canon de la Douce. Op de tweede plaats daarachter volgt Carnaval. De derde plaats is voor Kronos Rijnja. Vierde plaats al voor Bandito. Mooie start gehad. Vijfde is Albert. En de zesde plaats voor Beautiful World. Op achterstand ligt Fino Leblanc. Daar ligt ook het paard van Wim van der Mespel. Dat is Bunker Duhamel. En daarachter de uitgeschakelde Bad Boy de Chenu. Paarden gaan de rechterbocht door. En Tesla blijft tempo maken met Canon de la Douce. Canon de la Douce, daarachter op plaats 2 ligt Carnaval. En zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn overzijde. Daarachter op de derde plaats de deelnemer die uit België gekomen is. Uit Frankrijk zelfs, Thibault Lonken met Kronos Rijnja. En daarachter volgt dan Bandito, die angstvallig de rug van Lonken in de gaten houdt. En Lonken, die rijdt al een halfspoortje naar buiten. Die wil niet ingesloten raken. Vorige keer ging hij aan de binnenkant van een paaltje. Dat zal hij hier niet doen. En als hij er tweede spoor in gaat, is die kans nog een stuk kleiner. En dan gaat hij nu in. Gaat aan de buitenzijde naar voren, Kronos Rijnja. En zo gaan de deelnemers de linkerbocht weer in. Leiding daar in handen van Canon de la Douce. Aan de buitenzijde Kronos Rijnja. Derde plaats is voor Carnaval. De vierde plaats aan de buitenzijde voor Bandito. Vijfde aan de relingzijde is Albert. En zesde aan de buitenkant Beautiful World. En inmiddels ook weer aangesloten Vino Leblanc. Ze zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog 1 volledige ronde te gaan. We zien de koplamp alweer opdoemen en daar zijn de paarden inmiddels ook weer. En aan de buitenzijde gaat de tweede favoriet, nu de aanval openen, Kronos Rijnja. En die wil voor de bocht de leiding overnemen. Dat kost een beetje moeite, maar dan heb je ook wat. En het is hem gelukt. We gaan naar binnen.
Hij wordt gewaarschuwd vanuit de bus, monsieur Lonke, en dan luistert hij goed naar. En dus laat hij die relingzijde toch maar vrij en Canon de la Douce komt weer terug aan de binnenkant. Canon de la Douce toch weer naast Kronos Renja. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn overzijde. Inmiddels heeft John de Leeuw dat allemaal van achteraf aangezien. Die had die rug van Lonke al. Die ligt er geweldig in met Bandito. En nu heeft hij de leiding wel te pakken. Kronos Renja. Kronos Renja, Bandito op plaats 2. Canon de la Douce begint wat terug te zakken. En zo gaan de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Ook Beautiful World komt nu, maar nu gaat Bandito en dan springt Kronos Renja. Uitgeschakeld nummer 9, nummer 9 galop. Uitgeschakeld nummer 2, nummer 2 galop. Zo draaien ze de laatste bocht in. Dan heeft Bandito de leiding overgenomen, ligt Beautiful World tweede. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding in handen van Bandito. Daarachter Beautiful World, die een geweldige koers loopt. Derde plaats daarachter is voor Albert. En de vierde plaats voor Carnaval. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Voorlopig zijn er onderlinge verschillen. De voorsprong wordt zelfs iets groter voor Bandito. Bandito begint wat weg te lopen. Die is als eerste in de laatste rechte lijn. Bandito aan de buitenzijde komt Albert naar voren. Aan de relingzijde is het Beautiful World. Gaat om plaats 2 en 3, want de winnaar staat vast. Dat is helemaal alleen Bandito. Weer Bandito. Albert wordt tweede. Beautiful World derde. En de vierde plaats is voor Carnaval. En vijfde is Bunker Duhamel.